Yo, beste schrijvers van Zuiverheid, welkom bij een gloednieuwe video. In deze video laat ik jullie zien hoe je op Minecraft kan spelen op je telefoon. En dan niet zomaar op je telefoon, maar op je eigen account. Dus dan bijvoorbeeld, je kan Mytopia joinen op gewoon bijvoorbeeld Palutsu. Ik laat jullie straks zien hoe dat moet. Laat een like achter en abonneer, doe het belletje aan. We gaan woensdag 12 live. Ik ga jullie nu uitleggen en dan zie ik jullie bij de uitleg. Tot zo. Zoals je hier ziet, zie je Poya Flounce. Ik heb het even ingetipt op de Play Store. Nou, in mijn geval staat er open, dus ik open het al. Zodra ik het open, dan staat het op. En je ziet er al het schermscherm. Je spreekt voor zich, je logt gewoon in. En je klikt op ingelogd blijven. Nou ja, wanneer je dat gedaan hebt, dan log je in, ben je ingelogd. En wanneer je weer overnieuw moet inloggen, dan klik je gewoon op selected account. En dan, in mijn geval, klik ik op Palutsu. Hier ziet er een launcher. En dat is heel makkelijk. Bovenop zie je de versie. Dit klopt niet, maar normaal gezien staan er allemaal aparte versies die je kan aanklikken. Maar mijn internet doet gewoon traag. Maar ik heb 1.12 even ingevoerd, want dat gebruik ik voor Mytopia. Nou ja, in ieder geval, je klikt op spelen. En dan start je op. Doe het eventjes. Oké, je ziet dat het is opgestart. Dan klik je op multiplayer. Direct connect. Dan voer je het IP in welke server je spelen. Je kan elke server spelen. Klik je op join. En dan zie je, je bent ingelogd. Je moet dan het boekje aanklikken, maar mijn internet doet het gewoon op de zolder heel traag. Maar in ieder geval, je klikt het boekje aan. En dan klik je gewoon op Mytopia. Met je vinger gewoon. En je spreekt voor zich, je ziet de controls. Je kan gewoon lopen, springen, etc. Je spreekt allemaal voor zich. En zo speel je eigenlijk elke server op je telefoon. Vond je deze video nou leuk? Like en abonneer. Het is wel een woensdag om 10 uur. Is natuurlijk de livestream tot en met 10 uur. Wees er zeker bij, 12 livestream. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. Dit was de tutorial video. De Apple variant komt binnenkort eraan. Ik weet niet precies hoe dat moet. Maar ja, dat komt er sowieso nog aan. Dus ja, voor de mensen van Apple niet getreurd. Ik zet wel een linkje van de Apple variant in de beschrijving. Maar ik weet niet precies hoe dat moet, omdat ik zelf geen Apple gebruik. Dus ja, in ieder geval, laat een like achter, abonneer. Dit was de video en dan zie ik je de volgende keer. Later mensen, later.